Hey guys, we have a gift for you. Een nieuwe video van mij. Hallo kijkers van de One Up Up. Mijn naam is Jabber en welkom bij weer een nieuw filmpje op dit kanaaltje. Vandaag spelen we Papa's Burgeria. Leuk spelletje, lekker burgers flippen. Hallo. Oh, alleen mosterd. Oké. Dit kunnen wij, let op. Ik had het nooit eerder gespeeld. Ik weet niet hoe het moet. Of moet ik hem nu tot de helft hebben en dan omdraaien? Ik denk dat dat is. Ik heb vroeger heel veel SpongeBob gekeken, dus wij moeten dit eigenlijk gewoon kunnen. Dit ziet er bruiner uit dan de bedoeling is. Oh nee, ik heb het wel verpest. Sorry. Oké, we kunnen ook... dit moet ik natuurlijk wel recht doen. Stukje sla, mosterdje, lekker man. En de top. En hij is niet goed, waarschijnlijk. Alsjeblieft. Kijk er met een keurende blik naar. Dat is goed genoeg. Gaan we nog eens doen. Hey, makker. Oh, daar is het dicht. Kontje, burger, mayo, sla. Lekker. Mayo, top. Oké, nu weet ik hoe het moet. En dan bij de kwart draai ik hem om. Nu. Juist. Dit wil ik perfect doen. Voor Wally doen we alles perfect. Oh, ik krijg ook echt honger. Ik wil echt nu hamburgertjes eten, eigenlijk. Heel graag. Die mayo ziet eruit als cement. Of lijm. Kijk dan, dit is perfect. Wally, makker, maat. Ik weet niet hoe duur die burgers zijn, dat zeggen ze er niet bij. Hallo, alweer? Je bent hier gisteren ook al geweest. Ga je elke dag een burgertje halen? Duurt allemaal zo lang. Ik moet mezelf misschien wel gaan leren koken of zo. Nu, kijk, we zitten nu allemaal in quarantaine, hè. Leer jezelf iets wat je altijd al had willen doen. Want je hebt nu toch alle tijd van de wereld. Het is niet zo'n kut excuus van nee, ik heb geen tijd. Ik gebruik hem zelf ook. Uit mijn hoofd, ik ga niet spieken. Oké, ik ga wel spieken. Klant is koning. Bij de McDonald's zou ik aangenomen worden. Nog iemand? Chuck ziet eruit als echt geen aardig persoon. Dus jouw burgertje gaan we lekker anders doen. Daar gaan we. Die was eerst. We gaan het wel eerlijk doen natuurlijk. Welke was ook weer van Wally? Die derde was van Wally. En het. Zo, ik wil het echt zo goed doen. Oké, ik zei net dat ik niet in de horeca zou willen werken. En dat is ook zo. Maar ik zou best een burgertentje willen hebben. Oh, maar jammer, dat is een horecatent. Hou op. Kijk dan, dit is gewoon zo'n krabburgertje. Ik ga een krabburger maken. Wat is tevreden? Wat is altijd tevreden? Ik ken het recept van de krabburger wel, van die ene aflevering. Dat hij het vergeet. Dit wachten duurt zo lang. Ik heb dat ook gewoon niet zoveel om te vertellen. Jongens, hoe is jullie quarantaine? Vertel me dat eens. Jullie zitten allemaal thuis waarschijnlijk. Ik ook. Ik moet af en toe werken. Maar wat doen jullie verder? Zijn jullie veel met school bezig? Zijn jullie veel niks aan doen? Zijn jullie aan het sporten? Dat kan ook. Ik heb overwogen te gaan sporten, te gaan hardlopen. Dat is niks voor mij. Ik ben meer een fietser, denk ik. Ik vind fietsen gewoon leuker dan lopen. Nou, dat is niet waar. Ik vind fietsen leuker dan rennen. Dat is wel waar. Ik hou niet zo van rennen. Oké, dat gaan we snel doen. Oké, die. Hup. En je klodder mayo. En je die. En je En je klodde mayo. Kijk, nou zit er druk op. En nou moet... Oh, dat is niet helemaal recht. Sorry. Huts. Hup. Snel. Wees tevreden. Ik keur het goed. Oh, de burger is matig. Hoe dan? Deze gozer gaat zo blij zijn met zijn krabburgertje. En terecht. Ik ken niet het recept. Ik ben het vergeten. Er zit druk op nu. Kontje burger, ketchup, mosterd. Nee. Ik weet het wel, denk ik. En anders wordt het mijn recept. Dat wordt de Jabberburger. De Jabberburger. Kontje. Burger. Sla, tomaat, kaas, ketchup, mosterd. Ik dacht dat dit dan was. Oh, dat is echt heel netjes opgelegd. En dan de top. Ik denk dat dit een krabburger is. Ik dacht dat dit een krabburger was. Ik heb nu zin in een krabburger. Chuck is er niet zo blij mee. Ja, maar toch geeft hij me 12 cent. Ik ben er wel blij mee. Hoi Taylor, jij lijkt me een aardige gast. Twee burgertjes, zo. Oké, je hebt geen smaak, maar je lijkt me wel een aardige gast. Chuck. Wat is dat, barbecue saus? Is dat poep, joh? Dan krijg je barbecue saus. Dat wil je graag. Onderop, dan krijg je je burgertje. Maar dan krijg je heel veel kaas. Echt heel veel kaas. Oh, wat lekker zoveel kaas. Jij wil kaas? Ik geef je kaas. Pleuren er een paar uien op. Ja, joh. Is goed. Wil je die ook graag? Gewoon huilen als hij een hap neemt. Als hij al een hap kan nemen. Super veel tomaat. Oh, wat lekker. Dan pleuren we er weer wat barbecue saus op. Tada. Lekker, man. Oh, hij is boos. Nee, dat snap ik wel. Ik ben niet boos. Ik ben tevreden, Chuck.
Wow, 9, dat is veel, denk ik. Ik ben kas. Maar ik bak ze ook. Dat is echt onzin. Vrolijke vrienden, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video nou leuk? Druk dan zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. Wil je meer van mij zien? Dat kan er niet alleen hier. Dat kan dus, wat ik al zei, ook op mijn nieuwe kanaal Speel, die ik samen met mijn makker Remco heb. Vergeet ook zeker daar niet even een kijkje te nemen en te abonneren. Mocht je deze video zien wanneer die online komt, dan vanavond 8 uur zijn we live op Twitch. .tv/speelstream. Schaamteloze zelfpromotie. Maakt me helemaal niks uit. Gewoon lekker komen babbelen. Volg me op Twitter en Instagram. Dat is Jeffrey. Er komt nu in beeld. En dan heb ik alles gezegd wat ik wou zeggen. Mijn naam is Jeffrey. En ik zeg doei.